We're live. Yeah. Okay. Ja. Uh, we Kobe, er. welkom. Ja, merci. Welkom. Merci. Uh, De studio. Ah we zijn vertrokken ineens. Ja, he? ja, ja. ja uh, gaan. Kouter weer. Ja. Ja. Voilà. Um, ja, het is voor mij wel. Een... Oh, ik heb er altijd naar Spring gekeken, dus. Alright. Alright. Het is toch wel. Uh, ik ja, heb ja, ook nostalgie beetje. Kat net. Uh... Ja. Okay. Maar ja maar jij hebt vooral to topstars hè? In Nederland was topstars hè? Nee, maar ik ben hier dus om, van mijn zes jaar hier ah, ja, in okay, België en dan Spring, het goochelen. Ja ja ik ben een slecht namen, dus dus nee, geen niet, probleem uh, hij weet het wel denk ik <laughs> Welle, jij was toch het vriendje van Katrane ik, uh, ik was het vriendje van Katraine ah, van Evert afgepakt dan. Uh, nee 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 wacht uh. uh, Katraine was eerst mij ah nee ik was het eerste vriendje van Katraine denk ik zelfs uh, ja. Ja, maar die is dan vertrokken naar Amerika uiteindelijk fotografie gaan studeren ah, ja, ja. en dan was ik samen met Emma Emma... En maar. Ja, je wordt eigenlijk al Jesus. niet meer aan het kijken. Nee, nee, drama. Nee, nee, nee. Ja. Is, hoe lang, lang heeft dat geduurd, eigenlijk? Vijf jaar? Uh, nee, langer, langer. Lang, langer. Uh, dat ging echt lang mee. Nog. <laughs> ja, uh, zes of zeven reeksen hebben wij gemaakt. Of ja. En elke reeks ging eigenlijk over wie dan solo en uh, wie krijgt het platencontract. Dat was uh. eigenlijk echt, echt, echt saai. <laughs> <laughs> well, dat was dat saai voor u ook? Of? Nee, uh, dat was eigenlijk een vakantiejob. Een vakantiejob? Ja, wij begonnen te draaien uh, in juli en uh, wij stopten midden september. Uh, dus dat was gewoon een 9-to-5 in vakantie. Oh, wauw. Ja? Thanks. Ja. Ik had eigenlijk, ik had een, uh, na het middelbaar, ik wist niet wat ik wou doen. En ik had dan een sabbatjaar genomen, om echt aan mijn goochelen te werken. En na een jaar dacht ik van, oké, okay, ik wil terug studeren. Dat was aan het rits regieassistentie. Ja. Uh, ik dacht, ik moet wel even terug een 9-to-5-job hebben, om er terug in te komen. En toen kreeg ik telefoon van Studio 100, de producent van Spring. En die vroegen van, ja, wil jij meedoen? Uh, en ik zei, ja, oké, okay, want ik, ik, ik heb geld nodig in een job. Dus, uh, voilà. Maar dat was, dan, dat was de eerste job bij, bij, bij Ketnet? Nee, nee, ik was al goochelaar bij Ketnet, dus ik studeerde na van het middelbaar. En uh, ik wist niet wat ik wou worden. En dus ik wist wel dat ik goochelaar wou worden. Uh, en ik goochelde al op verjaardagsfeestjes en zo. Ook cool, ja. Ja, ja, dat was, dat was cool. Waar ja, komt, komt dat vandaan? Ik weet het niet. Van mijn zes goochel ik. David Copperfield. Ja, de man, de, de mythe, de legende. Ik heb die van de zomer nog ontmoet. Maar bon, we, we, we gaan Fingers. al een ander pad op. Uh, okay, ja, sorry. <laughs> geen probleem. Uh, waar waren we? Ah ja, dus ik goochelde voor Kitnet. Ik goochelde, dat sabbatjaar goochelde ik al voor Kitnet. En dan is spring gekomen. Dan ben ik rapper geworden. En dan. Uh, ja, het ene aan en het programma daar. Ja, en dat was dan toch iets dat je dat wou doen op dat moment? Ja, dat stond wel allemaal zo in het teken van het goochelen. Zo'n zo uh, eigen goochelprogramma. En ik wist, van, ik ga dat niet zomaar krijgen. Ik moet eerst wel zorgen dat ik op Kidnet toch een beetje bekend ben. Uh, en dan, voilà, ja. Maar je hebt daar geen casting voor aan voor spring, of ja, Jawel, ja, wel. Ik was er ook eerst niet door. De directie van Kidnet wou mij niet. die 100 wou mij, maar de directie van Kidnet niet. Uh. En dan ben ik twee of drie keer terug moeten komen. Uh, en uiteindelijk, last minute, ik denk een paar dagen voordat we begonnen draaien, was dat ineens oké, okay, gezet. het oh, wow. uh, boom. Ja, scripts gekregen en dan blokken, blokken, blokken. En want ons, wat je meeste acteurs, zo kinderseries, dat doen ze niet zo graag. Ja, maar dat was toen nog een andere tijd. Hè? Dat ja, was, toch? ja dat was, en Spring was ook zo, echt van die eerste echte kinderreeksen. Ja, ja. Daarna is Galaxiepark gekomen, Proost. Anubis. Uh... Al de rest komt er uh, Ja, dat is daarna allemaal daarna gekomen. Ja. Wacht eens even, wat er voor? Hè? Ja, maar dat was dan uh. eerder een sitcom, dat was geen daily. Uh, uh. Er zijn zoveel afleveringen op gemaakt, dat dat nu wel dadelijk wordt eruitgezonden. Maar Spring, dat was echt ja, voor de eerste keer echt eigenlijk een telenovelle avant la rete. Een nee. uh, voor Soap, jongeren. Ja. Voilà, 52 afleveringen. Uh, dus dat was toen niet echt iets... Ja, je keek er niet op neer, je keek er niet naar op. Dat was gewoon iets nieuws. Ja. ja. En was dat dan gezegd dat het een zomerjob was? Ja. En dan na, de, na de opnames was dat dan ook gaan chillen op café met de, met de acteurs? Of was dat echt nog altijd wel. Uh, dat deed wij soms. Uh, nu niet constant. We zijn wel één keer blijven slapen in Schellen na de opnames. Uh, maar we hebben het uh, alarm te veel laten afgaan. Dus dat mocht er nou niet meer. Um, naar de Gentse feesten gaan en al die dingen. Ja, en je maakt wel wat mee op de set. Hè? Ik weet dat wij op een gegeven moment hadden wij opnames in een politiecombi. Roger en ik was politieagent ook. David was een drummer ja, okay. en ook politieagent. Het was een, een superhete dag en we zitten alle twee in een combi met heel veel spots op ons. We zitten ook in politieuniform, maar eigenlijk in ons onderbroek, want het was veel te warm en dat zag je <laughs> toch niet in beeld. En ze zijn zo de camera aan het gooien opstellen en zo. Dat was een echte politiecombi. En ik zo, ik zit hier in een echte politiecombi. I'm gonna check it out. Dus ik al die doosjes openmaken, overal kijken en zo. Van voor in het handschoenkastje zo, ah, wat is dat? Een, een filmrolletje voor een, een, filmtje, een fototoestelfilmpje van vroeger. Oh, zo'n zo zwart ding. En schuds ook zo, ah, die klank herken ik. Uh. Dat was gewoon Vita die in die combi lag. <laughs> nee, het te liggen of die... of, uh... Nee, nee, die producent is direct gekomen toen. Zo, dus, oh, afgeven, die hebben die direct naar de... de <laughs> dat zijn props. Dat zijn props, die hebben direct naar de flikker gebeld toen, van, de, van waar we de combi hadden, om dat te zeggen dat we dat oh, gevonden zon. hadden. En dat mocht uh, niet gezegd worden, dat mocht nooit geweten zijn. Dus bij deze, het grote springgeheim. Ja, <laughs> Bam. ja en dan. dan je ja. hebt er toch wel veel bekendheid van gekregen. Ik denk ook. Onze generatie... Ja. Kennen jullie nog altijd op straat? Of? Uh, ja, ja, dat was wel zot. Hè. Dat was echt zo. Als school gedaan was, kon ik eigenlijk niet buiten komen. Dat was echt zo Beatlemania. Ja. ja, dat was hallucinant. Oh. Hallucinant. Zelf, je was zelf ook nog heel jong. Dus. Ja, 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 ja. En in het begin denk ik, haha, grappig. Maar om een duur... We bleven echt binnen vanaf dat de kinderen buiten kwamen. Dat was zo erg. Ja, dat was echt, echt heel extreem. En dat bleef dan eruit gezonden worden. En dat was een constant nieuwe generatie, nieuwe generatie. Oh. En op een gegeven moment was zo die eerste generatie die dat gezien had... Die begon dan zo'n leeftijd te krijgen dat ook op café ik kwam... Dus dan werd ik, ah, ik dacht, versiert op café. En dan bleek dat uiteindelijk fans te zijn die <laughs> spring waar groot gebracht, u zijn hand. Oh, jee. Uh, en nu nog altijd, word ik erover aangesproken. Ja. Maar nu zeg nu je het waarschijnlijk op een leeftijd gekomen dat je denkt van dat is wel een is, dat ik dat wel. Ja, ik heb uh... me er wel lang voor geschaamd, Tox. Alleen ja, nog, nog, van de, ja, nog van de kast. Omdat eigenlijk. Dat was echt niet goed, hè? Het is echt niet goed, hè? Het is slecht geacteerd. Dat zijn... Oh, zo, op die manier. De, 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 de kleuren doen pijn aan je ogen. Als je dat nu terug ziet, dat is allemaal zo fel, dit en dat. Maar dat was ook 2005, ja. 6, 7, 8, dat was ook die stijl. Dat was heel poppy, ja. heel veel. Ah. Ja, ja nee. maar genaamd, hè? Genaamd. Als je dat nu terug ziet, denk je, <laughs> oeh, jongens toch? Ja, dat, is, dat ervaar je natuurlijk anders, want iets, ja. je hebt zoveel beelden van jezelf. Van toen. Ja, en gezien je inderdaad 20 jaar jonger, dat is ook genaamd. Dat, dat, dat denk gaat er later wel nog moeilijk mee. is oh. Dat denk ik wel een moeilijk is. Ja ja zeker als je ziet dat je echt slecht antancteren zijn wow, we hebben veel geleerd ondertussen wel aan de betere kant nu. Ja. Gelukkig, gelukkig gelukkig en dan nog een sprongje naar, naar rapper kidnapped rapper ja ben ik rapper geworden uh, ja dat was wel super tof dat was echt dat moest, wel, ja, dat moest wel leuk ja, geweest zijn hè? dat was echt een speeltje hè super leuk kijk wel programma's gedaan de pretroulette zo is er maar één de kuip uh, de boer op uh, Ondertussen op Expeditie Robinson geweest, heb ik die dan ook nog gedaan als kandidaat? Was toen ja, hoe was dat? Want dat TV? was altijd ja. een droom van mij. Ja, Expeditie Robinson, dat moet echt aalig geweest. Dat was, was ja. een max. Dat ja? was echt, ja, 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 maar ja. werd er veel achter de schermen? Of was het echt puur gewoon: jullie zitten er op de eiland en doen wat je wilt? En... Ja, als je tv maakt, dan begin je dat ook wel een beetje te leren kennen. Je wist wel van: oké, okay, ofwel doen we een dag niks, ofwel hebben we een proef. Hè, op een dag. En als we ja. daarin niet slagen, dan hebben we uh, die eiland eruit. Dus je wist, aflevering was drie dagen. Dat hadden we al vrij snel door. Ja. Het waren voornamelijk de dagen dat je niks kon doen. Dat wat je doe je dan? Wat, wat, uh... Vervelen. Ja, echt... Je weet ook niet wanneer dat er een proef komt. Dus je denkt ochtends ook van, ja, ik ga nu niet heel het eiland afgaan op zoek naar eten, want ik wil mijn energie sparen als er straks een proef is. Oh, je moest echt besparen op... Uh... Ja. Ah. En de keren dat je dan wel het eiland afgaat, ja, wij... België, Nederland, ja, voor ons zaten daar de Zweden, na ons kwamen daar de Duitsers, bij wijze van spreken. Het zijn allemaal hetzelfde eiland. Ja, jongens, er konden niks vinden en we hebben op een gegeven moment echt. Oh, dat dus zijn van dezelfde eiland. Ja, dat zijn dezelfde eilandengroep. Op een gegeven moment hebben we echt een palmboom omgehakt om die, die palmboom. Ja, want dat is, Wij zaten er tegelijkertijd op die eilandengroep met twee andere eilanden. Dus je hebt een hoop eilanden waar dat die kandidaten op zitten. Dan heb je één game-eiland, en dat is een eiland met alle games op. En dan heb je het eilandraad-eiland. Dus als je een proef kan moeten doen, dan gaat je met Bootje naar het uh, Game Eiland. En dan zie je voor u, zie je bij bij zo'n spreken, de Amerikanen vertrekken, want die hebben dat net gedaan. Dan moet jij de proef doen. En als wij vertrekken, komen daar de Zweden aan, want die komen naar u dan. Oh, wow. Ja, En zo van is de dat rotatie. ook met een eilandenraad. En als je eruit liet bij de eilandenraad, dan gaat het dus achter de decor. En dan zie je daar eigenlijk centerparks, in, ineens allemaal huisjes, voor heel die crew en zo. Dat is hallucinant. Oh. Dat is hallucinant. Maar ik vond dat ik zou dat direct terug doen. Ja, ja. Cool. wat ook. Um, hoe zeg je dat? Welke proef is je bijgebleven? Wat was het zwaarst? Mm, oh, het zwaarst. Ik heb toen vooral geleerd dat ik uh, beter was in proeven dan dat ik zelf dacht. Okay. Ik dacht dat uh, ik ben sterk, dit en dat, maar ik kon meer aan dan dat ik zelf dacht. Het uh, meeste bijgebleven. Oh ja, ik moest zo van die grote dikke wormen eten. Zo, en dat, ah. was zo, ja, dat was heel catch achtig Was het lekker? Nee, nee echt okay, niet. Maar nee. ik dacht, ik ga eten, man. Eten, proteïne. Eten, eten. Dat uh. kan nooit giftig zijn. Dus dat kan me enkel, enkel dienen. Um, en van honger valt dat heel goed mee, want heel veel mensen vragen altijd heb je niet honger, heb je niet honger? Ja, je weet dat je niet veel gaat eten en je eet een mm. beetje rijst en wat water, uh, voor de rest niks. Um, dus van honger valt dat mee, het is vooral de verveling. Niks doen is... En dat leidt dan tot frustratie, ruzie en voilà, dat is ja. reality tv. Hè. En het zijn ook de, de, de games moeten spelen, zo van ja, stem jij op die, ik stem op die, en dan, of nog niet. De drama. Ja, zie, het gegeven is, ik had een hele goede maat en ik had, die had mij uitgedaagd. Die zei van, ik wil dat je in de reeks zegt, pita. Als je zegt pita, we gingen altijd in de pita in, in, in. pita millennium, goede pita. Als je pita zegt in de reeks, dan trakteer ik je de hele avond op pita en drank, alles wat je wilt. Ik zei, oké, okay, challenge accepted. Dus uh, op een gegeven moment, ja, we zijn zo aan het filmen en we moeten zo gezegd een complot bedenken, dit en dat. En ik zeg, oké, okay, maar we noemen deze plan pita. En heel die reeks is plan pita erin gekomen en elke keer dat ik een gratis pita. pita. Top. Ja, eigenlijk. Ik ga met deze beelden ook naar die Pita-huis. Misschien krijg ik ook... Ja. Pita Millennium Edingen. There we go. Maar uh, welk jaar was dat, en welke BV's was dat? Uh, wie zat er allemaal in? En uh, welk jaar? Dat is nog moeilijker. Ik denk 2016? Dat... Nee, het ja, moet het langer geleden zijn. Vroeger, moet lang. denk ik. Ja, 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 2014 of zo. Uh, Anne de Batselier, Freddy de Kerpel... Uh, ah, dat was die... Uh, dat Tanya toen zo Ja, ja. Daniel Dexter ook? Ja, die heeft toen gewonnen. Ja, die ja. Het heeft ja. toen oh, in die grot in die, in die moeten... Uh, ja. moeten uh, uh, ja. Ja, voilà. Ik was een grote fan van Expeditie Romance. Ja, ik heb die duidelijk gezien die Ik was me eigenlijk voorbereid, maar het is ja, dan uiteindelijk... Uh, Ze doen dat niet meer, wil Wou je dat doen? Ja, ja maar echt doet de tv lekker. daarom he. dat je die podcast dat... ben opgestart? Okay. Omdat ja, ik dan ja. uh, makkelijk in blik is... <laughs> niet... misschien, misschien komt het ook terug hè? Hey. Ik denk het wel. Als het iets is inschrijven, doen Dan schrijf ik uh, hem in. Uh... Peking Express vond ik ook altijd ja, ja, dat vond ik ook. Ja, dat was ook cool. Heb uh... hebben we dat niet voor het laatst opnieuw gedaan? Ja, uh, maar dat is dan wat geflopt hè Ja, maar dat zijn zo die oude programma's dat ze terugbrengen. De Mol. Toen is ze ook nog altijd. Ja, maar ja maar daar ben ik nooit fan van geweest. Nee? Nooit gekeken, eigenlijk, ah, nee. maar het werkt wel. Hè? Hier, ja, het ja, is wel, heel populair. Werkt wel, ja, ja, in Nederland ook. Dat doen ze dat met ja. bekende Nederlanders trouwens. En de Mol. En wat ja. hey, moesten ze nu zeggen tegen nu? Kijk, uh, we willen spring 20 jaar later, bijvoorbeeld. doen. Nee? Would you do it? Zou je het doen of niet? Uh, uh, wat zou ik dat doen? Dat is een goede vraag. Ja, ik denk het wel. Ik denk dat het wel grappig is. Alle hangt er af. Als het echt een hele reeks is. Mm, Zo'n keer een special of zoiets. I zo friends on Dan onderen. wel, ja. Als het en je, afgebakend is. de prestaties dan wel. Ja, dan ga ik beter mijn best doen. Of <laughs> Aanpassen. Heb <laughs> of... <laughs> je, je nog veel contact met die, met die mensen? Of... Goh, sommigen zitten nog altijd in dezelfde sector te werken. Hè. Zoals ja. Jelle, die doet ook veel musical, wat ik ook doe. Dus wij komen elkaar nog regelmatig tegen. Lane Devil, die in de laatste twee of drie reeksen heeft meegedaan. Uh, die zie ik nog heel vaak. Dus sommigen zie ik nog regelmatig. Jij nou ook. Uh, Anderen, ja, dat verwatert of die zijn gewoon. Naar het buitenland. Ja, want jullie doen nu toch ook nog. Hoe is dat nu over het laatst? Zo nostalgie. Ding, ja, maar dat is en... zo echt een band. Hij gaat spring de reeks en gaat spring ja. een band. En de band waar maar vier acteurs uit de reeks. Dus ja. ik heb nooit in die band gezeten. Ik zat toen in de Kidnetband. Uh, en die hebben nu pas opgetreden terug in het Sportpaleis. Ja, just, ja. ja. ja het is, is... we hebben ook uh, Jonas Meukens gehad ja. hier. En uh, toen vroeg ik ook aan hem: van, ja, wilt je zink terug bij elkaar brengen en zeiden van, ah, meestal niet. En dat was een jaar geleden. En ja, nu komen ze ook terug samen. Ja. En ja, het is, ja. Het is die nostalgie, dat werkt toch wel, hè? Ja? Dat is toch raar? Het was een toffe tijd ook. Cool, ja, hè? was echt een van de beste tijd. Ja. 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 Toen waren corona. we jongen, ja. ja. Want hoe, hoe zijn jullie eigenlijk corona doorgekomen? Um, veel wiet <laughs> ja waar. Vloog voorbij, vloog voorbij, vloog voorbij. Het kutte al ja. was in het begin van corona, Er was ook echt ineens niks van programma's. Alles was gedaan, want er ja, waren die ja, opnames. Just... En ik weet nog, dat was toen uh, The Last Dance, dat weet ik nog, op uh, Netflix, van Michael Jordan. Dat kwam dan uit. En dan gewoon, ja, ja, ja iets moeren en kijken. dat heb ik uh, zin, dat was goed. Dat was goed, ja. Veel gesport ik, ik, ik Ergens vond ik het fijn. Geen auto's, geen mensen buiten. En ik denk dat veel mensen dat nu Even hebben. Even rust zo voel, Ja, dat ja. was een heel anders leven. En dat was ja. super fijn eerlijk gezegd. Ja, de dat... eerste twee weken. Maar die, dan... De eerste twee maanden. echt eerste twee maanden, ja, oké. Okay. En het was ook, het was echt zo zomers. Het was echt nog echt ja, warm. Het was ja, het was goed weer. Het was goed weer. Beter dat, dan nu. Ja, maar toen duurde het één jaar, twee jaar, derde ja. jaar. Ja, ja dat het zo het moeilijk. Maar... Kom. En in China is blijkbaar weer zo extreem hard bezig nu, hè? Ik ja, dat is eigenlijk nooit gestopt, stopt, nee. nee. Maar ze zijn nu aan het protesteren, hè, in China? Ja, ja, ja. En, ja, 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 wordt, ja. Uh, maar ja, daar kun je oh, ook... Als je protest. daar protesteert, dan pakken ze je social security-kaart af of zo. En dan kun je bepaalde dingen niet kopen. En dan, dan, dan gaat dat gaat echt extreem. Ja, 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 dat gaat daar echt extreem. <laughs> uh. um, denk je dat, dat het goochelen op jonge leeftijd... U geholpen heeft om met het acteren al, omdat je dan een klein beetje entertains... Ja, sowieso. hebt. Ja, sowieso. Um, ja, ik goochelde, ik weet niet waarom. Uh, ik was vroeger een dikkertje. Uh, ik hoorde nergens bij. Dus dan zoekte ik iets om er toch bij te horen en om gelijk te worden. En voor een dikkertje is dat dan heel vaak humor. Uh, of iets kunnen wat de ander niet kunnen goochelen. Uh, dus van mijn zes begon ik, uh, ik. Ik deed ook circus. Ik ging op mijn eenwieler fietsen, ik naar de school. Uh, dat klinkt nu cool. Dat was toen echt niet het geval. Ik kan al gezien. Voorstellen, ja, ja. <laughs> Ik had dat beter niet gedaan. <laughs> uh, was genaat. Het was toch niet ver? <laughs> nee, bah, een paar blokjes. Uh, maar dat was ook, als bij ons in Torp het Circus kwam. Dan vertrok ik naar school, zo gezegd, Maar ik ging daar gewoon eigenlijk naar de circus mee, die tent opzetten en daar wat helpen. En s'avonds ging ik terug naar huis en mijn ouders dachten dat ik op school had gezeten. En op school dachten ze dat ik ziek thuis was. Dus ik was er echt wel obsessief mee bezig. Wat dat wel geest, Hoe lang is dat doorgegaan, zo? Toch wel een paar jaar. Ja, ja. En ik trad daarmee op met dat circus en ik reis dan mee naar, dat, naar het volgende dorp of zo. En dan te voet Op je eenwieler of... Uh, nee, nee, op de tractor. Oh, dat tractor. was toen nog een tractor. Maar als je er nu aan terugdenkt, als je zoon nu met een wild vreemde op de tractor <laughs> rijden in ja, het dorp, is... Ja, dat is verrader. <laughs> ja, die zou dat niet meer mogen. Hè? Nee, nee, nee. Zou dat zou niet meer kunnen. Uh, <laughs> maar dat was dus door een, een goocheldoos dat je gevonden had op zolder? Uh, door mijn vader die gewoon een truc toonde. Ah, ja. dus een kaartspel en dan werden ineens allemaal dezelfde kaarten. Heel stom. Ja, en dat heeft ergens iets getriggerd. En dan, ja, dat goochelen heeft mij geholpen in dat acteren. Omdat, ja, eigenlijk goochelen is eigenlijk ook presenteren. Ja. Dus dat rappen zit daar al in. En als goochelaar zit hij eigenlijk ook constant te liegen. Hey, deze doos is leeg. Heb en ik haal er een konijn uit. Uh, terwijl dat we weten, dat konijn zit er natuurlijk in. Ja, en als acteur zit hij eigenlijk ook constant te liegen, want je ziet iets spelen wat dat niet echt is. Uh, dus dat zit allemaal wel heel hard in elkaar verweven, dat dat voor mij eigenlijk ook allemaal hetzelfde is. Hmm. Voor anderen lijkt het aangezet dit dat en dat. Maar ik denk dan gewoon: ja, of ik doe gewoon wat ik doet ja Waarom dan niet direct na? Naar een middelbare dacht gezegd van oké, okay, ik ga fulltime goochelen. Of dat ah, dat wel heb ik een... gedaan. Dat heb ik gedaan. Hè. Dus dat was dat sabbatjaar dat ik echt op mijn goochelen heb gewerkt. Ah, ja. um, maar ik voelde dat ik nog iets zou studeren. Zo. Weet je, ik voelde dat ik een periode in mijn leven was aan het missen. Uh, ik was keihard aan het werken, keihard aan het goochelen. Uh, dat was dan voornamelijk woensdag-namendagen en in het weekend. En dan donderdag, toen elke week, elke week ook voor kitnet. Maar ik voelde mijn vrienden, die waren aan het studeren, die waren wat meer aan het zuipen, die waren wat meer aan het feesten. Ja. En ik had wel zo, voor mijn eigen, en ook met mijn ouders, afspraken gemaakt. Ik moest elke dag wel op tijd opstaan, want die wouden ook niet dat ik een heel jaar gewoon ging feesten. Dus ik dacht, weet je wat, kan ik nog even studeren, toch nog iets bijleren. Eigenlijk tv achter de schermen leren, omdat ik toch al voor tv bezig was. Toen kon ik wel wat meer feesten. Um, en ondertussen evolueerde alles verder en dat was allemaal ten dienste van dat google Ik nee, dat Googel-programma hebben. Dus dan, oké, okay, als ik een Googel-programma wil hebben, dan moet ik eerst weten hoe dat TV werkt. Dus dan gaan we dat maar studeren. Ja, je hebt al een plan in al. je hoofd. Ja. Dan, ja. Ja. Ja, ik wist ja, wel vrij jongs af aan al, voem, dat is de richting dat we gaan. Je ja. hebt echt nog in oude boeken gekeken ja ja ja, de, ja ja, ja, ja. Voor tr uh, tricks of trucs of... Ja, ja, ja. ja. ja, ja ik heb mijn, mijn huis zat vol oude goocheltrucken, oude goochelboeken. Uh, okay. Oude goochelattributen van een, de 19e eeuw en zo, dus uh, vrij oude dingen. Dus. Hoe gaat het eigenlijk in de... Want, bijvoorbeeld, ik wil goochelaar worden. Wat moet ik dan doen eigenlijk? Mij heel veel geld geven en dan leid ik u op. Dat, heel dat, dat, dat dus... nee, maar heel veel geld geven, nee. Nee, maar is dat, dat zo heel nee, door, nee. nee, nee. Nee, hoe wordt een goochelaar? Uh, ja, wat is volgens u al in de eerste plaats een definitie van een goochelaar? Iemand die leeft van het goochelen. Ja. 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 Uh, ja. Je begint eigenlijk met ofwel trucken te leren uit boeken. Uh, op internet, te googlen. Uh, er zijn goochelwinkels waar je trucken kunt kopen. Uh, je kunt in de leer gaan bij goochelaars. Er zijn congressen, er zijn goochelclubs. En gaandeweg de weg leren, je eigen stijl ontwikkelen, worden beter en beter en kunnen beginnen optreden. Het is eigenlijk zoals ja, ik wil muzikant worden, ja. Dat is ook een hele wereld. We ja. beginnen eerst met noten leren, alleen, of een instrument te bespelen en hmm. langer om meer je meer liedjes, beginnen je daar je eigen gevoel, je eigen ritme in te krijgen en worden beter en beter. Want er is wel een, een, een verschil tussen een goochelaar en ook uw eigen trucs. Ja. Ja, dat is nog altijd. Ja, je hebt gewoon. Je hebt veel goochelaars. Hè? En, en, en sommigen zijn beter dan anderen. En dat heeft gewoon te maken met talent, hoe je iets presenteert. Ook al doen die allemaal dezelfde truc. Een doet dan net iets beter, dat was wel Elk coverbandje doet wel een ABBA-medley. Ik haal het ABBA. Ja, God, Abba. Maar iedereen doet wel een ABBA-medley. <laughs> ik heb die hype ook nooit verstaan. Nee, ja, laat nee ons... ik ben niet mee met die. Uh... Nee. Nee. Laten we een andere medley pakken. Ja. Een Michael Jackson-medley. Voilà. Ja, ja. Elk coverbandje doet een Michael Jackson-medley. We vinden dat allemaal goede muziek. En toch zegt de het één coverbandje, Oe. en zegt de het de ander, Amai, echt waar, kom, geef ja. mij iets, kan meedansen. Ja, ja dat is hoe dat je het aanpakt, hoe dat je het verkoopt. Hè, de show je er rond. Ja. ja, want. Allee, is het dan de manier waarop dat je het presenteert of de manier waarop dat je het uitvoert? Of... Want dat is alle twee. Jij kunt dat waarschijnlijk zien als je naar een google terug ja. gaat kijken: van oké, okay, dat is zo uitgevoerd. Ja. Of, ja, toch ja. Wel... Had je een assistent? Ik, uh, ik heb verschillende assistenten gehad. Ik heb uh, assistenten gehad waarmee dat fout is gelopen in de kisten, uh, die er niet meer uit geraakte. Uh, dat die wou je dus de... net vragen. Ja, ja ooit, een, ooit een truc: uh, was een grote kist, de assistente gaat erin, uh, die wordt platgeduwd, die kiest. Die kist gaat terug open, assistente komt eruit. En uh, voilà, dus die assistente gaat erin voor live publiek, platgeduwd, terug open, doe die kist terug open en ik kijk en die zit er echt in. Ik zit vast, ik zit vast. Yup, kist afgeduwd, volgens terug. truc. <laughs> hoe, hoe, hoe doe je dat dan? Ja, ik mag niet uitleggen hoe dat, dat allemaal werkt, maar ja, dan, dan moeten we gewoon verder gaan. Backstage hebben ze die, er proberen die is eruit gekomen uiteindelijk met heel veel blauwe plekken. Dat is vaak gebeurd, blauwe plekken. Maar dan, 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 voelt, nee, dan moet je toch echt wel in je, in je hoofd toch die klik maken van oh, die truc is mislukt. Ga maar, je dan direct naar het afleiden van het publiek? Of? Uh, ja, gelost dat op met een kwinkslag. Hè. En uh, het is niet omdat een truc mislukt, is dat het voor het publiek ook lijkt dat een truc mislukt is. Het publiek wist niet dat die er terug ging uitkomen. Voor het publiek was die truc eigenlijk gewoon verdwenen. een verdwijntruc. Terwijl uh, dat oorspronkelijk een truc is: je gaat in de kist, ik duw je plat en je komt er terug uit. Uh, okay. Maar als je dat niet weet, dan is het een verdwijntruc. Uh, ja, want gohan is, wat ik gelezen vooral het afleiden van mensen. Hè. Uh, deels. <coughs> deels. Ja. Het afleiden, het beïnvloeden... Het uh... verkeerde spoor zetten. Ja. Ja. En leert je dat snel? Of... Uh, bij sommige trucken wel. Andere trucken kosten meer tijd. Uh, heb je hebt ook meer lef voor nodig. Uh, Googling heeft ook verschillende disciplines. Je hebt uh, illusies, dat zijn echt die grote kisten, zoals uh, David Copperfield, Hans, Hans Klok. Klok. Ja, Hans Klok. Ja. Toffe man. Uh, je hebt ook mentalisme, zoals uh, Gilly in Vlaanderen. Uh, de gedachten lezen, zo die dingen. Je hebt close-up magic, dat zijn de kleine trucjes kaartenmagie ja dat is echt met kaarten Nicolas op tv uh, dus iedereen heeft wel zijn eigen specialisatie uh, en dat is trainen gewoon puur trainen puur trainen ja. en vanaf van eerst denk je gewoon oké okay, ik ga het voor een goed publiek doen is dat uh, jaren ja, uh, maanden vanaf dat je de ballen aan je lijf hebt om dat te doen de ja, ballen ja. om af te gaan dat, uh, allez, uh, Alle allemaal begin je het vaak af waarschijnlijk. Hè? weet je, ik heb heel lang verjaardagsfeestjes gedaan voor kinderen hè? En communifeestjes en al die dingen, dat was heel makkelijk. Allee, heel makkelijk, omdat dat, dat, dat was, mensen zoeken daar makkelijk entertainment voor Maar kinderen zijn het moeilijkste publiek om voor te goochelen. Um, als ik iets zou laten zweven nu aan een draadje, en jullie zouden dat draadje zien, dan zouden jullie denken, mm, oké, okay, I get the trick, but I'm gonna play with it. Oké, okay, goed gedaan, cool, tof. Ja. Als ik dat doe mijn kind, een kind roept gewoon, daar is een draadje. <laughs> Klaar. Klaar. En dan staat hij daar en denkt echt, oh, motherfucker. Ja. Uh, uh, uh. Uh, dus ja, kinderen zijn het moeilijkste publiek. Maar als je die dan kunt meekrijgen, is dat ook wel het leukste publiek. Ja. En dat was dan ook zo tof ketnet Dat was ook jaren training dat ik eigenlijk al had gehad, live op die, op die kinderfeestjes en zo. Hè. Hm. Dus om dan voor een camera te staan, ja, dan wisten we wat die kinderen leuk vonden en, en wat niet. Ja, want dan krijg je alles van, van v, uh, VRT... Nee, hoe dat wel? VT4 was dat? Dan krijg je je eigen, eigen Google-programma. Uh, ik heb, op VT, ik, ja, ik heb uh, Abracadabra op net gedaan en dan op uh, VT4. toen, Dat was de Magische Vier. Dat was toen echt naar bv's gaan en daar uh, trucjes voor tonen. Mm. Dat was ook heel plezant. Dat moet dan toch je, je hoogtepunt zijn van je tv-carrière, denk ik. Als je dan dat goochel uh, met bv's kunt doen op een tv-zender. Ja, ja. En dat, maar op, op het moment zelf heb we dat niet door. Ik weet in de zomer dat we dat gefilmd hebben, dat was een zomer dat ik spring draaide, 52 afleveringen. De Maagse 4, er waren tien afleveringen. Dan had ik nog optredens met de Band in de zomer. Dus zullen er een dertigtal of zo geweest zijn. Ik spreek allemaal op twee maanden tijd. En ik had ook nog vijf herexamens. Oh, wow. En ik had vijf dagen vrij om te blokken. En uh, ik, 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 ik was erdoor. <laughs> ik, weet nog altijd, ja, ik weet nog altijd niet hoe dat ik dat gedaan heb En toen zei mijn ouders: Oké, okay, je mocht alles combineren. Je mocht doen wat je wilt. <laughs> maar ik kan, heel, ik, ben, ik kan heel goed plannen, autistisch gewijs. Ik maak schema's ja, blijkbaar en zo. wel. Ja, ja dat was elk vrij moment was echt blokken, blokken, blokken. blokken. En ja. Zo ge... discipline. Ja, ja. Ik, ik heb niet veel gefeest die zomer, dat weet ik ook nog wel. Okay. Maar Was achteraf moeite, wel. Waard? Ja, achteraf oh, nee. heb ik goed gefeest. Ja. Ja. ja, want dan, je komt eigenlijk van een programma, van Spring, dat eigenlijk heel populair is. En dan krijg je ineens je eigen programma. Het gaat dan zo als stress van, oké, okay, hoe gaan ga de kijkcijfers zijn, hoe gaan de reacties, of, of nooit echt over nagedacht. Nooit echt over nagedacht. Nooit. Ik had zoiets van, ik wil hetgene maken wat ik wil maken en waar ik in geloof. Ja. En als hij niet scoort, ja, dan is het zo. Maar ik wil voornamelijk trots zijn op het, publiek, op het product dat ik maak. Ja. Uh, ja, nu zou ik er wel veel harder mee bezig zijn, denk ik. Maar toen, ja, toen, uh... je bent jong en je denkt... Oh, ik krijg een kans, ik kan hier gewoon keihard voor gaan. En we zien wel waar dat eindigt. Ja, want hoe oud was je toen? Uh... Dat zijn mijn begin twintig jaren. Hè. Ik ben op ketnet begonnen op mijn achttien, springen was ik negentien. Dus mijn eigen goochelprogramma, uh, abracadabra, dat was 2006, als ik het goed heb. Wauw. Ja. Nou, dan soms niet, als je er nu op terugkijkt, van ik heb misschien te vroeg gepiekt? Uh, oh. Ik heb dingen gemist in mijn leven die mijn vrienden meemaakten, van feesten en vijven en, en losgaan, dat ik toen niet kon, dat weet ik. Uh, maar het is door al die dingen te doen en daar zoveel ervaring mee op te bouwen, connecties te maken, dat ik nu ook wel ergens sta waar ik heel graag sta in mijn, in mijn leven. Zo. Er is wel een, een, een rust. Nog bezig met goochelen of is het allemaal theater? Nee, nog altijd bezig met goochelen. Ja? Ja, ja, nog altijd. Voornamelijk met de geschiedenis van het goochelen aan het onderzoeken in, in de lage landen. Uh, daar organiseren we deze najaar de uh, European Magic History Conference. Dat is een Europees congres, dat organiseer ik. Oh, wow. Ik schrijf er ook boeken over. Uh, in 2014 was het eerste boek dat was over de geschiedenis van de Belgische goochelkunst. Dat was mijn voorwoord van David Copperfield. En dan oh, heb ja. ik een, een onderzoek gevoerd naar een vrouw die geboren was op de, op de, for, op de kermis. Uh, ja, dat vond ik heel interessant. Ja, die is dan heel groot geworden in Europa. Uh, tijdens de Twee Wereldoorlogen heeft hij echt geleefd van het goochelen. Uh, en is dan naar Amerika gegaan is dan een grote ster geworden binnen de goochelwereld. Heeft hij heeft daar de Oscar voor de goochelkunst gekregen. In Vlaanderen waren we die allemaal vergeten. In Amerika kennen ze die nog wel. Dus ik heb onderzoek gevoerd. Hoe lang hebben we dat gedaan? Ik denk vier jaar. Nee, zes. Uh, hier in België, in uh, Nederland, Italië. En ik ben zelfs naar Amerika gegaan. Daar onderzoek, naar haar graf gegaan. Dat boek is hier uitgekomen in Amerika en David Copperfield heeft dat boek gekocht. Boei, My Drop. Ja, dat was heel cool voor Ik vond dat heel cool. Mogen wij komen naar de conferentie? Ja, tuurlijk. Als je ticketjes koopt, dan. Ik zal aan proberen gratis te fixen. Dus het voordeel is: als ik nu naar Vegas ga en ik ga naar de show van Copperfield kijken en ik laat dat weten, dat ik achteraf naar zijn warehouse mag, zijn secret warehouse en zijn geheim museum. En dan krijg ik oh, last minute... Oh, die heeft een geheim museum. Ja, de Swagraafse. Met... Met, met uh, alles van de geschiedenis van de goochelkunst. houdini's en grootste trucken. Uh, echt zijn eigen illusies. Dat is fantastisch. En dan krijg je een adres door. En dat adres mag ik niet verklappen. Hm. Maar als je daar komt, dan staat er voor een kledingwinkel. En daar moet je binnengaan. En dan moet het pas ook binnengaan. Moet het gordijn dicht trekken. En dan moet dan de kapstok trekken. En dan schuift de spiegel open. En dan wandelen ze zijn warehouse binnen. Nee, is dat, is, yep. dat is echt. Wow. En dan staat Copperfield daarin en zegt: Hey Kobe, nice to meet you. Dat maakt En dan staat er: Oké, okay, maar. <laughs> is this real? Is, is Copperfield de beste ooit? Of is Houdini. Goh, Copperfield is de grootste ooit, zonder twijfel. Dat was toch wel een megaster in zijn tijd. Nu Zeker. niet meer zo groot als toen, maar in de, in nee. de 90s was hij echt ja. wel enorm groot. Um, de beste, ik weet niet of dat nu nog altijd de beste is, maar hij is wel nog altijd zeer goed. Ja. Ik had ze van hem gezien in Las Zee. Vegas, in mm -hmm. zijn show. Ja. En, ik had er meer van, ja, ik snap u. Hoeveel ja. jaar geleden heb je hem gezien? Dat was uh, 2019. Ja, oké. Okay, ja. Mm -hmm. uh, dat was al met een alien. Ja, ja. Er ja. verscheen een UFO toen al. Ja. Ja, ja dat is zo wat spectaculairste. Die... En een dinosaurus ook altijd? Ja, ja, dinosaurus. Ja, ja. Hij, ver hij verscheen in het begin op zijn motto. Ja, het was, het was ja. een beetje over zijn, over zijn jeugd of zo. Ja, ja, ja. ja. ja, ja, en ja, ja. ja hij goochelt niet meer met assistenten en zo. Hè. Vroeger vloog hij echt op een podium en dat, dat was echt in het Sportpaleis. Ik weet dat nog, wij gingen in het Sportpaleis kijken naar David Copperfield. En wij hadden thuis niet veel geld, dus wij zaten helemaal boven aan de zijkant, zo, echt zo de goedkoopste plaatsen. Maar beneden was hij niet vol. En ineens zei ze: uh, ja, Copperfield gaat niet optreden als hij beneden niet vol zit. Oh, naar beneden. Lopen, maar echt lopen. Wij hebben ons gezien lopen, <laughs> lopen, lopen. En zo beneden zo'n security man: nee, het zit vol beneden. mijn vader: maar hij wilt geoogglor worden, laat ons door. Oké, okay, in dat geval. Hup. En we zaten uiteindelijk zo op, de, op de vijfde rij ah, ja. uh, in het sportpaleis. Duur het, dat was toen 5000 frank voor een ticket, dat weet ik nog. Dus dat is nu gelijk aan 125 euro. En we hadden maar een ticket van oh, 25 Jesus. euro. Dat is wel, uh... ja, en voor een gezin van vijf is 125 mm. euro voor een ticket ja, veel. dat is wel een ja. uh, 600-700. Ja. Want, want, want Copperfield, zijn, zijn, zijn beroemdste truc was ook dat hij in het water werd? Of was dat goed die Dat was hoe die was de onderste boven in het water ja, opgesloten ja. Ja. Uh, en dan ontsnapte hij daaruit. Uh, maar eigenlijk was dat. Dat was pu puur spektakel. Dus wat je meemaakte het publiek was, ja, zo'n groot aquarium stond op het podium. En dan Houdini ging zijn boven aan dat tekstel, uh, twee meter erboven. En hij zei tegen het publiek, oké, okay, houd mee jullie adem in. Uh, en dan ga je meemaken wat ik meemaak om te ontsnappen. Dus hij wordt onder water gelaten, het publiek houdt mee de adem in. Heel de kiest op slot, doe ervoor. En de tijd tikt voor bijna 15 seconden. Beginnen de eerste mensen naar adem te happen. Na 20 seconden meer mensen. 30 seconden Na een minuut zit iedereen terug te ademen. Na twee minuten paniek in de zaal. Want wij zitten allemaal terug te ademen. Dat kan niet dat je nog onder water zit. Na drie minuten nog altijd, uh, totdat hij in doek begint te bewegen en Houdini er helemaal nat en nog waterspuwend tevoorschijn komt, ontsnapt. Het aquarium nog altijd dicht, staande ovatie ontsnapt aan de dood. De waarheid is, Houdini was er eigenlijk in vijftien seconden uit ontsnapt. Hè? Maar Houdini wist, als ik na vijftien seconden ga voorkomen en doen dat ik ontsnapt ben, gaan mensen zeggen, oké, okay, knap ontsnapt. Maar als ik drie minuten ga wachten en iedereen gaat denken dat ik dood ben en ik kom dan pas terug tevoorschijn... Spectakel. Ja, voilà. ja, ja. Even dat achteraf dan uitgelegd of... of... Uh, nee, hij heeft merendeel van zijn geheimen meegenomen in zijn graf. Hmm. Maar die zijn zijn assistenten ja, hebben later natuurlijk wel dingen verder verteld. En die die bestaan nog. Dat staat onder andere bij David, uh, bij Houdin, uh, bij David Copperfield uh, in zijn warehouse dus ja dan kunnen we wel, onder... Allee, kunnen we wel onderzoeken hoe dat, dat werkt. dus we wel geweten hoe dat alles ging. waar staat Hans Klok op die uh, scale? Hans Klok staat wel nee, vol, hoor. Heb yeah. je ja. 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 niet Hans Klok? gezien? Ah, ik nee, heb nog nooit dan... Hans Klok gezien. Nee. Dan moeten we een keer opzoeken. Is dat een Nederlander? Ja. 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 ja? Is, uh, ja Hans Klok is uh, blond ja. haar. Ja, heel zo echt. Uh... Ventilator voor hem. Gewoon ja. Een witte hemd nee, nee. dat doopt. Nee. Zeer, zo <laughs> enorm veel zo. Ja. Maar de fastest magician of the world, de snelste, En die was ja tien vijftien jaar geleden was hij wel echt super super ja, dat was ja. heel ja. populair toen ja hij is nu ja Hans is ja, ik denk Bezoek toch al in aan de die, ja veertig ja, vijftig oh nee sorry nee okay. ik hoop dat hem oh. deze niet hoort maar allee, ja, hij is ouder dan worden, dus wat trager ja. maar hij is nog wel altijd zeer goed um, en die heeft ook in in Vegas gestaan die heeft met Pamela Anderson uh, onder andere opgetreden ja. en voor uh, Covid zat hij terug in Vegas uh, heeft hij zelf bij Ellen. Uh, Ellen DeGeneres. De 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 generous ja, daarop getreden en dagelijks aan het uh, brak COVID uit in Amerika. Haar oh. assistent is uh, net gestorven trouwens. Van, um, ja, ik las het ook. Ik, van, want hij is een danser, maar ik heb ook een dansachtergrond. Ja. Ik wel echt heel, um... Zelf is zeker. Ja, ze dacht ja. Dat, ja, ik ben met hem opgegroeid als het ware in de, in de, in de dans, zeg maar. Okay. Hij deed vroeger al mee op MTV. Ik weet het nog. Ja, dat is was... ook weer iets raars. Ja, ja heel plotseling. Uh... Uh, ja, sorry. Nee, 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 <laughs> nee. nee, 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 nee. Ja, ik had. Um, ik, heb, ik had dat gezien als op een talkshow in Nederland uh, vorige week van een mentalist, ja. denk ik, dat ze zei, een uh, Indiër of zo, hij is ook vrij bekend. En uh, een Nederlander? Nederlander. ja. Uh, ik had hem opgebeld, maar ik denk dat ik hem best had wakker gebeld. Uh, oh, maar um, hij zei van oké, okay, til mij op. En hij tilt hem op. En dan zegt hij van oké, okay, ik ga je hypnotiseren. Ja, je kunt niet meer optillen. Je kunt niet meer optillen. Ja. Weet jij wat dat uh, uh -huh. uh, yeah. ja, nee, Ik zal dat niet, niet vertellen. <laughs> nee, dat het is van... fijner dat je het niet weet. Het is saai uh -huh. als je het allemaal weet. Uh -huh. Ik zie nu nog Googlers en als ik iets niet doorheb, wil ik het ook niet meer weten. Hoe dat... Allee, ik ga het ook sowieso niet vragen. Ik, er ook niet... ik wil het niet weten. Ik vind het zo tof om ook nog een keer betoverd te kunnen worden om het niet te weten. Want als je het weet, het is allemaal het allemaal maar simpel. Gebeurt dat nog? Uh, een paar keer per jaar, maar uiterst zelden. Oké, okay. maar wel. je ja, kunt nog wel genieten van een paar trucs. Ja. Okay. Ik vind het ook heel snel sajuizen. Als ze kaarten boven halen bij mij, denk ik direct: Oh, dat is passeer dan? Oh, ik heb al zoveel kaartentrukken gezien in mijn leven. Ik moet niet. De, de miljoense kaarttruc, die laat ik liever aan mij voorbij gaan. Maar wat is uw grootste truc dat je eigenlijk ooit gedaan hebt? De moeilijkste. Oeh, maar de grootste is niet per se de moeilijkste. Ja, hè? Nou. Uh, de moeilijkste was een muntstuk uh, van beneden naar boven laten vallen. Dus echt, ik heb een muntstuk vast. Hup, en ik heb het nu hier vast. En je ziet echt dat het muntstuk van beneden naar boven gaat. Oh. En dat, dat heeft me letterlijk zeven maanden gekost om dat te oefenen. Dat is zonder gimmicks of zo. Hè. Dat is echt gewoon puur een muntstuk. Uh, en en dan, na zeven maanden kon ik het nog altijd niet echt super, super goed. Uh, dat is de moeilijkste. De grootste is de uh, Table of Death. Uh, dat was in een show uh, in, een, uh, in het casino van Blankenbergen. En dat was een, een, een tafel met een groot metalen frame rond. En ik werd vastgebonden op die tafel en boven mij op drie meter ho hoogte was er een plank zo groot als dat tafelblad met 42 metalen pinnen van een halve meter aan. En ik had 45 seconden de tijd denk ik om te ontsnappen voordat dat bam naar beneden viel. Dat waren echte pinnen. Op. En waren echt pinnen ja. Oi. Dat is één keer bijna half fout gelopen zelfs. Dan? Ja. ja. dat ik er toch. <laughs> ik kan niet te veel in de tijd treden want dan geef ik het geheim. Eh, 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 dan ik het geheim uit. Maar dat is één keer bijna echt fout gegaan. Dat was elke avond spannend opnieuw. En ja. durf je dat dan nog te doen? Ja, een en ander had ik echt heel veel schrik, omdat ik deed ook nog een andere act uh, in die voorstelling. En dat was een act met, um, um, met een hoop gimmicks: uh, draadjes en mechanische dingen en, ja, voilà. en knopjes. Um, en ik kwam aan om alles uh, te presetten en ik zag dat iemand aan mijn materiaal had gezeten. En al mijn mechanische dingen waren geërased, ge ge al mijn draden waren doorgeknipt. Dus ik heb echt drie uur voor die voorstelling alles terugproberen te maken om die een act te kunnen doen. Uiteindelijk die een act kunnen doen, dat was deel één. En toen in de pauze dacht ik, ah shit, ik moet ze ook nog die Table of Death doen. En die heb ik nog niet kunnen nakijken. Jesus. Ja, dus snel in de pauze, heel dat ding, dat leek dan allemaal oké. Okay. Maar dan denk je toch wel als je er licht oh my god. je hey. het uiteindelijk gedaan of niet? Ja. ja. Toch wel zonder na te kijken. Uh, ik heb het nagekeken, het leek in orde. En, ja. uh, was het sabotage of... Uh... Uh, is het het moet sabotage raar, geweest ja, ja. zijn. Die ene truc, dan, ja, dat is allemaal gesaboteerd geweest. Is dat een competitieve wereld? Met afgunst en... en... Mm, soms wel, ja. Ja, toch wel? Ja. Toch? Ja, ja, ja. ja. Dus, dus andere goochelaars gaan dan... Ja, dat is een klein wereldje. Hè. En, maar dat is, ja, hoge bomen vangen veel wind, hè. dat is in elk wereldje zo. Hè. Ja. 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 Um, en ja, soms wordt er dan wel eens uh, elkaar in uh, spaken in de wiel gestoken. gestoord wow. Gevaarlijk, ja. Ja, dat is wel gevaarlijk. Ja ik heb het zelf nooit gedaan, maar ja, ja, zwart, ja. Zegt hij? Ja, nee, ja, ja. is ook. <laughs> echt... Zegt in de camera, is ook. <laughs> um, maar heb je nooit dat dan als als goochelaar en je wilt dan de beste zijn, van bellen Heb je dan nooit van ik moet mij pushen, ik wil dan extra, extra? Of op een bepaalde moment zeg je dan want het is genoeg geweest? Met trucs. Ja, wel, ik wou, wat, ik, ik wou dat eigen goochelprogramma, goocheldoos uh, en een, een, een goochel, uh, voorstelling in de theaterzaal er keihard voor gewerkt. Uh, maar echt, echt veel opzij gezet. Allee, ik zeg, die zomer, ik heb het nu net uitgelegd, ik liet heel veel feestjes aan mij voorbij gaan, omdat ik echt, ik had mijn, 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 mijn goal verhogen. Uh, en op een gegeven moment hebben we dat bereikt, hebben we dat programma, die goocheldoos, dat goochelboek en die theaterreeks. En dan denk je, ja, oké, okay, dat was dus mijn droom. Bereikt. Bereikt. En wat dan? En wat dan? Dus ja, dat heb je wel. Ik heb met haar wel zo twee jaar zo echt zo terug zitten zoeken. naar Oké, okay, hoe wil ik het nu aanvangen? Dit en dat. Moet ik nog dromen hebben? Ja, dat is dan die geschiedenis van die goochelkunst -go geworden. Dat is daar allemaal verder in geëvalueerd. Maar uh, ja, dat krijg je wel. Ja, dat moet toch moeilijk zijn. Hè? Daarom dat ik ook zeg, van ja, je gaat zo jong. En ja. Je al zo succesvol. Dat je dan op een bepaald moment echt zo van... Oh, shit. Wat, wat ja, maar het voordeel is dat je dan weer nieuwe dingen kunt bereiken. En andere dingen... Oh, en succesvol, dat is allemaal relatief. Hè? Dat is... Ja. Op tien jaar tijd zijn we vergeten wie dat er tien jaar geleden beroemd was. Je blijft was, toch he? weer zoeken. naar, ja, naar dus, ja, Iets, uh, iets, iets springt iedereen, hoor. Ja, helaas wel. En dan uh, theater. Ja. Pocahontas. Uh... Pocahontas komt er uh, binnenkort aan. Eindelijk. Uh, eindelijk, na corona, ja. ja. Uh, theater. Dus al, na Ketnet ben ik vrij snel theater beginnen doen. Ik heb een jaar in Nederland gezeten, in Scheveningen. Hé, hey, oh, mooi. Ja, maar een beetje marginale Scheveningen. Ja, Den Haag, daar ligt bij enzo. Eh, ja. Den Haag is mooi, maar Scheveningen is toch het blankenbergen Alles, van hey, deze. Ja, maar is dat daar niet dat we al die, die buitenlanders dan met hun dikke bakken zo kaart uh, lawaai maken met hun op de dijk Ja, de dijk, Dijken, van Ja, Scheveningen, ja. ja, ja is dat daar? Ja. Ja, 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 ja. Dat is ook heel veel criminaliteit enzo. Dat weet ik niet. Ja, dat was een tijdje echt een probleem. Ah, oké. Den Haag is ook een hele moeilijke stad. Ja, wel een stad Ja, een stad. Ja, dat is een heel mooie stad. Nee, in Scheveningen heb je de Lion King daar een jaar gedaan, de musical. Pumba. Wordt dat elke dag naar Kinderhof Ja, elke dag. Ja, daarom ben ik ook gestopt. er was elke dag drie uur in een auto. Ja, alleen drie uur. Snacks ging wel iets sneller, omdat je dan wat minder volk op de straten zet. Ja, en als je wegen kent, dan weten we dat ze flitsen. Ja, dat is waar. Was er flitsen niet zoveel in Nederland. hè uh, ah, Oeh, jong. Jo, ja, ja, in ja. Nederland, ja, en in Nederland mogen we niet. hier mogen we kan overal 120, maar in Nederland hebben we echt 100 en dan ineens moeten we naar 90 om terug naar 120. Ja. of be tussen bepaalde uren, hè? Ja. Dat is daar ook vaak. Tussen, uh, uh, tot, tot 7 uur is het 100 en na 7 ja. uur is het uh, 120. 120. ja. Ik je zegt dan maar ik heb eens naar Berlijn gereden, hè, en daar is dan nog meer confusing, want daar moet je soms zo hard rijden als je wilt, maar enkele keer als je in bij een stad komt, moet je terug 120 rijden maar soms als je aan het rijden bent en je dat muziek aan het testen, dan gaat dat niet door hè. Dat is echt, ik vind dat echt. Uh... Wat vond je van Berlijn? Um, mooie stad, ja. Ik had wel zo, ik weet niet, het is wel gemerkt wel dat het wel zat aan de andere kant van, van de muur, ja, ik had wel ja. zo het gevoel. Ja. Maar ik vond het wel een mooie stad. Maar ik heb er, ik heb er maar, ja. Een dag en een nacht geweest, dus ik ah, okay, heb te ja. weinig gezien. Hè, Wat vind jij daarvan? Ik weet niet hoe iedereen deed tegen mij altijd... Oh, Berlijn, top en zo, jong en dat leeft ja. en feesten, dit en dat. En ik, ja, ik kan nu niet zeggen dat ik dat een saaie stad vond, maar ik had er precies meer, dan, meer van verwacht. Ja? Budapest is een toffe stad. Ja? Oh, maar ja. Nou, nooit geweest. Ja, je hebt er twee kanten aan de rivier. Je hebt Buda en pest. En het een gedeelte is het oude gedeelte. En het andere gedeelte is... Ja, dat leeft, dat is... Je hebt de ruinbars. dat zijn uh, ja, in oude verlaten huizen worden er gewoon barkens, cafés geopend, dit en dat. Dus ik weet niet hoe tof. Huh? Ja, eigenlijk zo wat pop-up. Nu noemen we dat pop-up, toen waren dat ruinbars. Ja, dat vond ik een dynamische stad. Ik vond, ik vond Praag echt. Praag is tof. Ja wel ja. ja. Wel, Budapest is nog toffer dan Praag. Ja. Ja. Praag is dat is zoals toeristen komen naar naar België en naar Brugge, want Brugge is schoon, maar eigenlijk moet je zeggen je moet naar Gent gaan, want Gent is even oh, schoon als Brugge, maar er kunnen meer doen. Nee. Het leeft meer. Het leeft meer. Want Brugge is... Allee, Brugge is schoon. En voor iedereen die in Brugge woont en luistert naar deze de podcast... De Proficiat dat je een podcast ja. hebt ontdekt. Want je leeft gewoon in Bokrijk daar. Het is niet waar, Brugge. Het is niet waar, Brugge. Ik kan weer een bras krijgen. Mooi, en, mooi. Uh, maar in, uh, in Budapest was je dan met je vriend, of niet? Ja. Want ja. dat is toch wel... wel toen een uh, reis... Uh, was dat voor corona? Ah ja, dat was met corona. We gingen eindelijk naar Amerika gaan. Maar corona brak uit, dat kon allemaal niet. Jammer. Uh, ja. Dus dan dachten we: oké, okay, we gaan door Europa reizen, maar we gaan de goedkoopste reis door Europa doen. Dus we vertrekken, we wisten die dag vertrekken, waar is de goedkoopste vlucht naar Bar? En dat was dan naar Praag. Oké, okay, dan beginnen we in Praag, we boeken die vlucht. Waar is de goedkoopste uh, vlucht uh, in Praag na twee, drie dagen naar ergens anders? En zo zijn wij in Budapest aangeraakt. En ze hebben eigenlijk heel Europa rondgevlogen voor amper iets van geld. Nice. Omdat we gewoon dachten van. We wisten we willen Italië doen, dat was het enige. En vroeg of laat komt dat wel in Italië. Met flexbus zijn we, we er naartoe gereden. Uh, dat was wel een geestige reis. Europa is schoon. En ja. uiteindelijk hebben we nu Amerika hebben we afgelopen jaar kunnen doen. Ja. De westkust. Heb je dat ooit al gedaan? Welk? De westkust? De westkust? Ja. Um, wat bedoel je? Met welke... San Francisco... Ah, ik, heb in... en Cali. Ja. Ja. ik heb in Cali gewoond. Oké, okay, echt? Uh, Los Angeles. All right, ja. Santa Barbara en zo een ik al. Ja, ja. ja. San Diego, dat zijn zo, ik weet niet, altijd die die zonsondergangen. Het ja. Is gewoon echt nice om daar te wonen. Maar San Francisco is niet zo niet meer wat het geweest is, hè? Uh, dat had leuke buurten, maar ook wel wat gevaarlijke buurten. Maar wiet is er nu overal legaal, hè? Ja, ja, zeker. Was dat? Kon uh, je dat? Oh, iets, ja, iets too much ruiken? vond ik wel. Zijn we ja. binnen gegaan in zo'n coffeeshop of niet? Uh, zijn we binnen? Nee. Hallo, nee. Robben Ja, jongen. Ik, ik ben al 38. Ik ben 38. Nee, vroeger was het allemaal geestig. Um, maar er, er is gewoon te veel drugsgebruik in San Francisco. Mm -hmm. hè. Er zijn meer drugsdoden geweest dan covid hè Ja, maar, maar San Francisco is ook um, dat is een, echt een open, open stad geworden. veel criminaliteit. Je ja. um, hebt er echt een paar zones waar dat je beter niet mm. komt, ook als toerist, zeiden ze toen. Uh, maar van het algemeen gevoel van die stad vond ik wel vreet of ik kan dat minder met L.A. eigenlijk. Dat... Ja? Ja. En als, als, als showbiz man, ja, ja, ik vond dat zo... Maar je ja. moet wel in L.A., wat dat ik wel ontdekt heb, dus je moet echt in L.A. wonen om het echt te appreciëren. Ja, dat snap ik, ja. L.A. is niet echt een, een, een vakantiestad. Ik zou ook nooit iemand aanraden van oh, ga maar eens een week naar Los Angeles. Je gaat ook niet op het strand gaan liggen of zo. Dat, nee. Je moet er iets doen. Ja. Je moet er echt iets om zijn om, ja. te, om te doen. Als je, nee. Ja, dat, dat geloof ik. Dat is zoals Brussel. Brussel is een keitoffe stad als je er woont, maar je moet Brussel ook effectief kennen. Ja, Brussel... Je haat Brussel. Brussel ik, ik kan er niet tegen. Nee. Ik ben ook niet van Brussel. Maar. Nee, nee ja, ik je heb er gestudeerd. Als je, als je, als je, als je, zoals Bruggen ook eigenlijk. Als je, als je er woont en je kent de vlekken, is dat allemaal tof. Maar zo'n stad als Gent, bij wijze van spreken, daar gaat het naartoe. Trekt je plan plan. Mm, daar vinden we weg vanzelf. Brussel moet je wel wat kennen, maar Brussel is tof. Zo. Ja, ja ik, ben, ik ben niet ver van Brussel, maar ik kom er echt amper. Ja, ik ook nu. Vroeger wel gestudeerd, een jaartje. Maar ja, maar ik, ik, ik weet nog, ik was, ik was in de zomer eens naar Boesel gegaan en het was echt warm, het was 30 graden en, en ik loop die, 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 de Nieuwstraat in en trok daar gewoon echt naar pis Ja. En dan, dan heb ik ook geleid in Antwerpen hier. Ja, pas op, in Antwerpen ja. hebben ze toch ook het ja. openbaar wc, zeker aan de kathedraal dat kan ook ja, stinken uren in de ja, winter. Ja, dat is wel waar. Uh, maar in Brussel heb je echt zo... Hele fancy straat, ga je naar rechts, heb je opeens echt, je weet niet waar je bent. Ga je weer naar links, dan heb je weer een hele andere buurt. Ja, dat het is, wel zo, is een heel... meer een wereldstad, in Brussel. Dat is echt gek. Ja, ja en dan merk je wel. Ja, kom ja. er komt alles tegen, maar ja, ik vind het wel geestig. Vind het ja. top. heeft wel iets, heeft wel iets, zeker. Maar Antwerpen, maar Antwerpen is natuurlijk ook geweldig. <laughs> hoi, hoi, hoi. Hey. Ik ben hier, ja, ik woon nu toevallig, maar... <laughs> hey, maar als je dan in de Leeuw hebt, je dan bepaalde dingen van goochelen kunnen zien, of... Uh, in LA zijn we gelukkig. Is dat eigenlijk groot in, in Californië? Of is dat in uh, Vegas? Uh, in Vegas vooral. Uh, maar ja, mijn, ondertussen was, was dat mijn man. Uh, ik had ook zoiets van: ja, ik kan die op reis nu ook niet killen met Magic. Zo weet het. Thuis is daar er al genoeg. Uh, we gaan een paar <laughs> dingen doen. David Copperfield en Dead zit. Die was heel gelukkig. Voor <laughs> 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 de rest toen wel. Ah, we hebben wel het museum gedaan van de Oscars. Die hebben een museum tegenwoordig in LA. Oh, dat is kegel. Dat is echt kegel. Hebben we dan nu ook Wil Smith, zo ja. Nee, er werd in alle talen overgezwegen. <laughs> maar die is, die is terug aan het komen, dacht ik. Kijk, klas, past toch iets over? Hij heeft nu Emancipation ja. op uh, Apple TV. Ja. Uh, pff, ja, Ja, maar dat is, dat is alleen als je zo hard werkt voor je carrière. en uiteindelijk ga je die bekroning krijgen. en, en dan op dat moment toegedaan, dat is toch echt hard? Ja, ik snap dat echt niet. Maar, ja, nou, maar het is al ja, bijna een jaar toch... geleden. Ja, Waarom man? heeft hij dat gedaan, toch? Hè, dat... Ja. En de mop was nu toch niet zo, zo erg. Maar ja, het is, het is een combinatie: van... Hè, als, ja. als, als je vrouw zegt van oké, okay, we, gaan, we gaan alles buitensmijten. Ze gaan die, 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 die sociale media in orde brengen. En ze zeggen van ja, ik heb, ik heb Will Smith bedrogen daarom en daarom. En dat komt allemaal online. En, ja, dat, op een bepaald moment is het gewoon te veel. Is te veel hè. Als man ja. vind je niet. Ik zou ik niet aangenaam vinden, nee. nee ja. Als je ja. dan hoort dat, dat zij dan, dan nog altijd verliefd is op Tupac. Als, als, als man, als Wil Smith, zijn je zo'n carrière en dan denk je van ja, ik ga nooit de eerste liefde zijn van mijn vrouw. En de eerste liefde is dan ook toepak Ja, oh, voilà, weet je wat ik bedoel? Maar het is, het is niet onnormaal dat je niet de eerste liefde bent van je partner. Hè. Ik heb ook dat andere een lieve ja, gehad zeker. en allee, ja. Ja, maar als het dan toepak is en die dan ook overleden en ze, ja, ik weet niet. Je weet wat er allemaal speelt in zijn hoofd. Ja, het is toch raar dat die man op zo'n groot live ding. Ja, want ik dacht eerst, is het is ja. een grap, het kan niet anders. Zijn zelfcontrole compleet kwijtgespeeld is, terwijl die dat wel beheerst als acteur. Hij zit al zo lang in die wereld, en dan lukt het hem toch niet om... Om op dat moment, ja... ja. En dan ook echt gewoon de volle 100 procent over te schepen. Bam! Ja. Maar het was wel, wel met de platte hand. Het was niet... Uh, hey, maar Chris Rock heeft het wel als een man... Genomen, hij hè? heeft dat goed gedaan. Super host. Uh, uh. En hij, hij spreekt er nog altijd niet echt over. Hè? Ook in zijn uh... in de show soms nog een keer is. Uh, Maar hij probeert zich toch wel, yeah. toch wel in te houden. Ja. Uh. Zeg maar, als jij nu thuis bent. Zijn yeah. ben jij dan ook aan het goochelen soms? Voor... Je hebt verandering van onderwerp. Ja. Ze zijn we eigenlijk niet over dat goochelen bezig? Ja, maar we zijn er bijna daarmee. Uh, ja. uh... uh, nee, ja, ja, dat is, uh, ja, dat is uh -huh. constant. Ja. Toch constant. Je ja. ja. zit je vrienden daar zo van. Ja, <laughs> ja, ja voor, laat maar, ik zie het. daar. Draadje is daar, godverdomme. Hè. Ja, want als je, dan, als je dan op dates ging vroeger. Ik dan... versierde mijn liefde met goocheldrukken. Altijd? Ja. 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 Ik, ik speak dan op school als de beste. Yes. Ik, echt dat ik heb en ze hadden het nooit door. Ik kan een doekje laten verdwijnen in mijn handen, dan kan ik ook een speakbriefje laten verdwijnen in mijn handen. Maar hoe vaak? Alamé dat jij door je vijf examens zijn geraakt. Nee, nee, nee. Nee, komt het het uit. Nee, nee, nee. Dat neem je terug. Pas. Nee, nee. Ja, ik zou wel gespeakt hebben, maar alle vijf. Betrapt. Univ is moeilijker. hè. Ja, het is dat. is niet meer zoals de middelbare. Nee, maar middelbare was ik. Ja, ik was wel speakspecialist. Ik zou nu echt geweldig kunnen spreken deze tijd. Ik heb een vriend die is gewoon zijn universiteit gewoon doorgekomen. erdoor gekomen. En die heeft, heeft nu gewoon carrière. Hé, hey, dat was met corona? Uh, deels, maar eigenlijk niet. Het meeste heeft hij ervoor gedaan. Want die online examens toen, dat was echt makkelijker ja. ja, was dat? Ja, 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 ik, ja, ik heb echt gehoord dat mensen ja. gewoon met de boeken daar open... ja, ja. 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 dat komt nee. op je job terecht en dan weet hij er ja. niks van. Dat is gewoon oh shit. Maar ja, je moet uh, soms ook uh, dingen leren waarvan je denkt, oeh, wat kan ik hier toch ook ooit mee doen. School. Dus, ja. Ja. ja, nou voilà. <laughs> Um, Oké, okay, we, we zijn er. We zijn er bijna. We zijn al 45 minuten aan het praten. Alright, we zijn uh, Wat zijn de plannen uh, de komende maanden? Uh, wat zijn de plannen? Uh, ik zit nu nog eerst in een kerststuk. Uh, er komt in uh, maart nog een boek uit van mij. Uh, dan is het Pocahontas dat eraan komt. Uh, nog een ontwikkeling van een nieuw televisieprogramma dat ertussen zit, waar we in januari mee starten. Uh, ja, dat zijn zo tot en met mij de dingen die op de agenda staan als de belangrijkste to-do's. Een volledig vol boek zegt ja. No. ja, ik mag echt niet klagen. Ik ben me echt gelukkig als zelfstandig heb ik heel veel uh, kansen oh, ja. en mogelijkheden. Ja? Ja. Ik wens dat iedereen toe. Je hebt nooit echt zo'n moeilijk moment gehad dat je niet veel werk had? Of? Jawel, uh, maar dan. Dat goochellijk compenseerde dan Ja, dan houd je, had... dan, ja, dan je ja. creatief bezig. Of als het meestal een rustige periode is, begin ik weer nieuwe zaadjes te planten voor nieuwe projecten en dan. Die komen dan allemaal tegelijkertijd uit, en dan is dat ineens te druk. Dat is altijd veel ja. te rustig of veel te druk. Ja. Uh, maar ik, ja, ik heb genoeg bedrijven uh, waarvoor dat ik kan werken die mij kennen. En uh, als ik een job nodig heb, dan, dan is dat gewoon even rondsturen. Ik ben die periode vrij. En dan is er meestal wel iemand die zegt: Ah, wij zoeken nog net dit of dat. Uh, ik ben mm -hmm. ja, op dat vlak een beetje breed inzetbaar. Voor dat, is wel, de... dat is wel leuk natuurlijk als we ja. Ook hebben. Ja, zeker. Dat is zeker mm -hmm. nodig uh, tegenwoordig. Ja, ja, ja. ja, ja. ja. Oké, okay, Coben, uh, ik wil je bedanken om langs te komen. Ik Graag vond het echt een uh, heel leuk gesprek. Ja, ja uh, Hele goede energie gelachen. en zo. Ja, tot licht, ja. Licht, licht, licht. Bon, uh, kleine pronostiek voor vanavond nog, jongens. De voetbal. Uh, ja, ik hoop Marokko. Frankrijk, Marokko. Ik gun winno. het ze wel. Frankrijk wint met 4-0. 4-0. Het is genoeg geweest. Ja, nee, nee. Op, het op, is een, moment, <laughs> weer, op, op een bepaald moment is het, is het op. En ik denk dat het vandaag wel op gaat ik, zijn. Ik, ik, ik denk dat ze sterker zijn, maar ik, ik gun het Marokko wel, ja. Ja. Ja, het gaat spannend zijn. Singen? Eén iemand gaat twee goals hebben en het andere team één goal. Oh, maar wie okay. de winnaar gaat zijn, De weet van iemand. 2-1. 2-1. Oké, we gaan we straks daar later op terugkomen. We, voilà. ah. Vanavond jullie hadden twee. Godverdomme. <laughs> <laughs> Oké, okay. okay, uh, komen we misschien tot de volgende? Oh, volgende. Als ja, Graag. Ja. En, uh, ja, nog veel succes. Top. Okay. Ciao. Ciao.